Dat was een grote meneer voor mij, ja. Om zijn eenvoud, om zijn echtheid. Je gaat door, zolang je kan. Boudewijn, ook met de fouten die je ongetwijfeld heeft begaan, was volgens mij een heilige. Zonder hoop kan je niet leven. De koning die heilig wordt, we zijn er wel mee. Katholieken hebben al heiligen genoeg. Er is het volk en je familie om je heen. The Apple's car struck this curve, killing Queen Astrid beside the Lake of Lucerne near Kisnacht. Ik zweer de grondwet na te leven. Het uiteindelijk doel is de Congolese bevolkingen te leiden naar de onafhankelijkheid. Ons land leeft sinds ongeveer middernacht in een uitzonderlijke constitutionele toestand. Ons land heeft vandaag zijn vorst verloren. Na zijn huwelijk met Fabiola ontpopt Boudewijn zich als een andere koning dan zijn vader Leopold III. Boudewijn is inschikkelijk. Hij spreekt geen veto's uit tegen politici en partijen. Hij speelt zijn rol. In de jaren 70 is hij een ervaren en populaire vorst. De koning moet leven, moet regeren met iedereen. Ja, de oppositie van vandaag kan de meerderheid zijn morgen. Maar aan het einde van de jaren 70 breken barre tijden aan. Het Egmondpact mislukt, de economische crisis slaat toe. De staatsfinanciën ontsporen en de ene regering valt na de andere. Na de val van de vierde regering Martens in het voorjaar van 1981 grijpt de koning in. De koning zal dan een merkwaardig initiatief nemen. Hij zal 19 personaliteiten samenroepen op het paleis. De koning zegt, het is als oorlog. Hè. Er moet hier werk worden gemaakt van en dat kan niet te lang duren. En hoe wilt je dat er hier wordt geregeerd als er in 1 jaar tijd 4 titularissen op 1 departement zitten? Hij zegt, je moet nu niet antwoorden op mijn bedenkingen, maar gaat naar huis en zorgt dat er een regering komt. Het Koninklijk Paleis is een duiventil geworden. Politici rijden af en aan met hun hoogst persoonlijke overtuigingen, twijfels en adviezen. Er komt een andere premier in de plaats van Wilfried Martens, ook een Vlaamse christendemocraat, Mark Eyskes. Mark, proficiat. Dank. Dank u de ambtenaren voorstellen. Maas, aangenaam. Maar ook de regering van Eyskes is geen lang leven beschoren, nog geen half jaar. Het is vandaag 21 september. De eerste dag van de herfst, het vallen van de bladeren. De regering is ook gevallen. Voor de Belgische bevolking is Boudewijn nog de enige met een ongeschonden reputatie. De koning incarneerde nog de goede politiek. De politici hadden het verprutst. Velen stelden een hoop op Boudewijn. En zo is dat dikwijls gebeurd. Hè. Het wettelijk en het werkelijk land en Boudewijn is dan de zuivere koning die het moet redden. De CVB mag weer de nieuwe formateur leveren, maar de partij twijfelt tussen haar twee spitsen, Leo Tindemans en Wilfried Martens. Ze durft zelf niet te kiezen. En de koning zal daar een keuze maken. Hij zal kiezen voor Wilfried Martens. En dat is wel interessant, omdat hij ook in de voorgaande 2 jaren al een aantal keren publiekelijk zijn bewondering voor Wilfried Martens had getoond. Dat is niet gebruikelijk, omdat dat natuurlijk ook een uiting is van een persoonlijke appreciatie. De christelijk geïnspireerde Martens ligt in de bovenste lade bij de koning. Hij wordt eerst formateur en later premier. De vijfde regering Martens is geboren. Het was een regering met politici die veel onafhankelijker stond van hun politieke partijen. Die een grote zelfstandigheid had. En we hebben jarenlang kunnen besturen in de ministerraad. Met de ministers, zonder dat ze naar een partij moesten telefoneren of ze deze of een andere beslissing konden nemen. Martens V houdt 4 jaar stand. Maar in de tweede helft van de jaren 80 volgt de ene regering Martens weer de andere op. Een heikel dossier voor Martens VIII is de staatshervorming. De ministers willen een federale staat. Boudewijn wil de Belgische staat behouden.
Natuurlijk, ik wou ook, wat ik beschouw als een grote ambitie in mijn leven, ons land hervormen tot een federale staat. Dat is een moeilijk proces van overtuiging geweest. Federalisme was aanvankelijk voor Barthes hem. Dat kon duidelijk maken, gelijk aan separatisme zonder meer. Hè. Dus een gelijkheidsteken tussen federalisme en separatisme. Dat was zijn eenvoudige mening die hij had. En dat was dus kwaad, dat was slecht. Zijn grote vrees was altijd het uiteenvallen van het land. Dat was bij hem een, ik zal niet zeggen een obsessie, ver vandaar. Maar dat was toch een leidmotief. Maar op een bepaald ogenblik is hij tot het bewustzijn gekomen dat dit de weg was voor een oplossing. Maar dat heeft heel veel tijd gevraagd. Hij bad ook echt voor zijn land. Hij hield van zijn land. En hij vroeg bescherming van de Heer voor zijn land. Ja. Martens kan de koning overtuigen omdat het wederzijdse vertrouwen groot is. Als Martens in 1983 een open hartoperatie moet ondergaan, doet Boudewijn alles om hem gerust te stellen. Hij heeft mij uitgenodigd vlak voor mijn hartoperatie om samen naar de mis te gaan in Laken. Wel, de priester die de mis opdroeg, zei voor elke belangrijke gebeurtenis in een mensenleven dienen wij het sacrament toe dat niet het sacrament van de doden is, maar het sacrament van de levenden. En dus dat was de almoezenier van het paleis die dat zei tijdens de mis. Boudewijn heeft een scherp oog voor de mens achter de toppoliticus. Politiek was hij misschien niet altijd eens met wat sommige politici dachten. Maar als enige persoon was getroffen door iets ernstigs, was koning Boudewijn altijd daar. Bijvoorbeeld het overleden van de dokter van Gispitaals. Hij is meermaals naar Gispitaals zelf thuis gegaan. Omdat hij wou echt het verdriet van Gispitaals meeleven. Na zijn hartoperatie krijgt Martens bezoek van Boudewijn en Fabiola in het ziekenhuis. Maar ook daarna blijven ze hem van nabij opvolgen. Hij heeft mij aangeboden, mij en mijn vrouw, om dus de revalidatie door te brengen in Op Grimby. Wat ik gedaan heb, ik ben op 3 augustus 1983 geopereerd en we hebben verbleven tot in oktober in Op Grimby. En hij telefoneerde mij bestendig. Boudewijn is een betrokken man. Een audiëntie bij de koning is zelden een formaliteit. Hij keek recht in je oog en hij wou zien wie u was. Wat u diep gedachten en geloven waren. Echt met een, ik zal niet zeggen een priemende blik, maar met zo'n gebiedende blik dat je u bijna verplicht voelde allerlei dingen te vertellen die je normaal tegen je beste vriend niet vertelt. Als men tegen de koning Boudewijn kwam, vielen alle masken, alle titels, alle functie. Hij wou kijkend wie u was. Ook een eerste ontmoeting met Boudewijn kan erg indringend zijn. Zegt, wat heb je gestudeerd? En ik zei onder andere Oud Testament en antropologie. En tjak, hij vraagt mij onmiddellijk, het Oud Testament zegt hij, wat zegt de Bijbel over moederschap? En wat zegt de Bijbel over een moeder? Ja, dat is niet iets wat je direct verwacht, hè? Als je op audiëntie komt bij de koning en heeft mij dan op een bepaald moment bij de hand genomen en mij naar zijn bureau gebracht, heeft hij mij ook een paar foto's getoond. Ik vermoed dat zijn moeder was. Ik vermoed dat het Astrid was. En dan zijn we nog zeker een half uur, drie kwartier blijven praten. Dat was eigenlijk de eerste ontmoeting. Hij was een mooie persoonlijkheid die je uitnodigde om rechtvaardig te zijn, om consequent te zijn en om goed te zijn. Als ik bij Boudewijn ging, dan kwam ik daar buiten als een betere mens. Boudewijn en Fabiola staan ook open voor de zwakste, de gehandicapten, de weduwe en wezen van de samenleving.
mensen ontmoeten die hun kind of hun huisbestaande hebben verloren in een catastrofe. Daar waren ze ook fantastisch. Dat is echt, bon, dat is een beetje, bon, je leert dat ook. Hè. Maar je kunt ook dergelijke dingen op dat niveau kunt je doen, kunt je goed doen, maar je kunt het ook zeer goed doen. Zij deden het zeer goed, daar kan ik ook van uitspreken. Het was zeker iemand die in alles wat hij deed speciaal aandacht besteedde aan de kleinen, aan de armen. Boudewijn komt ook op plekken waar een welgestelde burger zich normaal niet laat zien. Hij neemde maar gewoon zijn bezoekel in de Marol. De manier hoe hij aandachtig kijkt en luistert naar een arme man die de dag tevoren heeft in het Centraal Station moeten slapen. Ook de jonge migranten van VZW Foyer in Molenbeek kunnen op zijn onverdeelde aandacht rekenen. Toen kwam weer bij de jongens binnen in de foyer, die daar aan tafelvoetbal en zo bezig zijn. Komt hij bij hen, lacht hij mee, doet hij wat mee. En het schijnt dat op een bepaald moment een van die jongens blijkbaar naar zijn een briefje uitgehaald van 20 frank of van hoeveel was het in die tijd. En zegt, mon fin, c'est vous monsieur? C'est vous monsieur le roi? C'est le roi? Intelligente staat zo, die doen dingen waaraan men zich niet verwacht op het vlak van de public relations. Als in januari 1976 een grote overstroming heel Ruisbroek blank zet en in een rampgebied verandert, stelt Boudewijn een bijbels gebaar. Hij geeft zijn jas weg aan een radeloze vrouw. De aanwezigen zijn stom verbaasd. En als de koning in Ruisbroek zijn mantel geeft, niemand heeft dat voorbereid. Plots waren al die gasten, de mensen van die meekwamen met de koning, de rijkswachters die daar rondlopen en zo. Dat is toch, oh, die schokken natuurlijk. Hij was zeer gevoelig voor het lijden van de mensen. Uiterst gevoelig. Ook het heizeldrama in mei 1985, waar rellen tussen fans van Liverpool en supporters van Juventus eindigen in een slagveld met tientallen doden, gaat Boudewijn niet in de koude kleren zitten. De koning is zijn land, is zijn bevolking. Als koning Boudewijn iets zeer moeilijk meegemaakt had, kwam hij anders thuis. En hij moest dat verder verwerken, en zeker in het gebed, ja. Elke dag bidden Boudewijn en Fabiola voor het lenigen van het leed waar ze vanuit hun ambt dikwijls mee te maken krijgen. Het vaste gebed van koning Boudewijn was elke dag het gebed van Franciscus. Heer, laat mijn instrument zijn van uw vrede. Waar lijden is, breng mij vertroosting. Waar pijn is, breng mij troost. Waar enzovoort, enzovoort. Ik ken dat niet van buiten hoor. Ik herinner mij bij een voorstelling dat ik het had over het Centrum Kardijn en over bezinningsdagen. En in plaats van dan iets te vragen zo van, en hoe gaat dat en hoe doen jullie dat, was zijn vraag, hoe combineert u de activiteit met de verticale lijn voor uw eigen gebedsleven? Dit typeert hem helemaal. Ja? Het kruis, de mens situeert zich tussen het horizontale van onze activiteit en moet ons telkens richten naar God. Dat was koning Boudewijn ten volle. Hij was een echte christen. Hij was in mijn ogen overdreven religieus, maar ja, wie ben ik om daarover een oordeel te vellen? Ik ben Voltairiaan, dus mijn oordeel is al niet objectief. Hij had ook iets van een asceet. Hij dronk weinig, hij at weinig, hij had geen last van obesitas. En hij was matig eigenlijk in alles. Hij hield van de natuur. Maar of er mooie stoelen stonden en mooie schilderijen hingen, dat was voor hem bijzaak. De onstuitbare opgang van het Vlaams Blok baart Boudewijn grote zorgen. Hij zal het opnemen voor de eerste doelwitten van het blok, de migranten. En de politici zullen dat geweten hebben.
Ook naar het probleem van migratie en zo meer. Daar had hij een heel sterke overtuiging. En ja, voerde hij het ook wel druk uit op de verschillende bevoegde ministers omdat ze daar meer aandacht zouden aan besteden. In 1989 komt er een koninklijk commissaris voor migrantenbeleid, CVP-politica Paula Dont. De koning en Dont zitten op dezelfde golflengte. Ik zei eens aan de koning, sire, je weet toch dat ik geen academicus ben, hè? En toen antwoordde hij, gelukkig niet, mevrouw. Maar dat bouwden wij naar steun, dat is duidelijk. Dat is duidelijk. Door dik en dun. En dat was een wederzijds verband. De koning gaat zich voortaan bijna exclusief op de grote sociale thema's richten. Armoede, mensenhandel, sociale problemen, tewegstelling was ook een van zijn groot bekommernissen. Dus al die onderwerpen kregen inderdaad, zeker gedurende de laatste jaren van zijn leven, meer aandacht. Als in 1991 een reeks over vrouwenhandel verschijnt in het weekblad Knak, reageert de koning onmiddellijk. Hij ontbiedt journalist Chris de Stoop op het paleis. En meteen daarna krijg ik een brief met een kroontje, uitnodiging, koninklijke audiëntie. Maar wat wil het toeval? De nacht ervoor, ik woonde nog in Leuven, was ik zwaar op café geweest. En 's nachts van de trap gedonderd, snel opgelapt in een ziekenhuis. En ik kom op het paleis met een enorme pleister op mijn voorhoofd. En de koning zegt, dat kan geen toeval zijn. Gisteren is er ook een neefje van mij in een put gevallen in het paleis. Dat is de duivel die dat gedaan heeft. Die heeft u van de trap geduwd. Omdat u voor het goede strijdt. Het feit dat slachtoffers onder een vals voorwendsel in de prostitutie gedwongen werden en daar op een ongelofelijke manier misbruikt en mishandeld werden, dat schokte hem diep. Het ging erover dat dat met de steun van de overheid gebeurde via het verlenen van arbeidsvergunningen, kaarten als danseressen enzovoort, een hele schijnwereld en vooral via heel wat corrupte systemen van ambtenaren, politiemensen tot politici toe. En dat was zeker wat hem zwaar zorgen baarde. Boudewijn is geschokt door de levensomstandigheden van de prostituees. Dit waren jonge moeders voor hem. En dit gaf hem duidelijk een drive. Het was niet gewoon zoals ik het zag, vanuit een geëngageerde journalistiek. Het zat dieper bij hem. In 1992 verschijnt Ze zijn zo lief, meneer, het geruchtmakende boek van Chris de Stoop over de gruwelijke wereld van de internationaal vertakte vrouwenhandel. Boudewijn onderneemt actie en brengt een bezoek aan het stadhuis in Antwerpen. Op de vergadering in het stadhuis was de gouverneur, de burgemeester, Kools toen, de minister van Arbeid, de Thiège, de procureur-generaal, de chef van politie en rijkswacht. Die kregen, om het lapidair te zeggen, toch allemaal een soort schop onder de broek. En die kregen toch precies te horen welke initiatieven van hen verwacht werden. En ik denk dat ze zich daaraan gehouden hebben ook. In het Schipperskwartier komt Boudewijn over de vloer bij Pajoke, een opvangcentrum voor prostituees en slachtoffers van mensenhandel. Een opmerkelijke démarche, du jamais vu van een koning. Hij ving hen letterlijk op. En wat mij vooral bijblijft, is het verhaal van het Russische meisje. Ze had er een dochtertje en ze had kort ervoor een hondje gekocht op een markt hier in de Kempen. En ze zegt aan de koning, en die hond heeft papieren. En voor mij en mijn dochtertje is het onmogelijk om papieren te krijgen. Er volgt een parlementaire onderzoekscommissie. Criminele netwerken worden ontmanteld, nieuwe wetten worden gestemd ten bate van slachtoffers van mensenhandel. Er is een vervolgingsbeleid op gang gekomen dat erg positief was. En vooral, en dat was ook zijn eerste bekommernis, er zijn opvangstructuren gecreëerd voor de slachtoffers.
Kabinetchef Jacques van Ieperzele is de motor achter de opmerkelijke humanitaire campagne van de koning. Van Ieperzele is de voormalige kabinetchef van Wilfried Martens. En daar heeft zeker ook zijn nieuwe kabinetchef Jacques van Ieperzele een rol in gespeeld. Dat hij de formele discours verlatend naar de prostitutiewijk gaat in Antwerpen. De armen ondersteunt. Ja, dat is ook een gevolg van de zeer, niet alleen religieuze, maar vooral humane benadering, geïnspireerd door de beginselen van het christendom. En dat vind ik een formidabele stap. Hij vond dat hij als koning, ook in een constitutioneel regime, dat hij een rol te spelen had. En op het einde heeft hij die gevonden in die thema's die sociaal en humanitair heel belangrijk waren, maar waarin hij zichzelf ook meteen een rol kon geven, een missie. Ja, je hebt de indruk dat het zoiets had als de laatste missie van iemand die, misschien was het niet zo, maar die het gevoel heeft dat de dood nadert. Boudewijn wil als het ware zijn hemel al op aarde verdienen. Il a vécu toute sa vie selon les préceptes de l'Église catholique romaine. Et que vers la fin de sa vie, progressivement, il s'est mis à vivre selon les préceptes de l'Évangile. In alles wat zij deden, probeert het voorbeeld van Jezus Christus te volgen. Ons leven op aarde is een voorbereiding op wat er daarna moet komen. Dat is het enige waarop dat je moet bekommerd zijn. Maar Boudewijn is geen doetje. Over Belgische politiek kan hij hard uit de hoek komen. België mag geen maffialand worden, was iets wat hij verschillende keren zei, zoals Italië. Alles draait hier om geld en geld corrumpeert. Wel, wat we zien in zijn politieke carrière dan, is dat hij toch in de loop der jaren van een apolitieke koning, wat hij moet zijn, een antipolitieke koning wordt. Hij vond dat de politieke wereld alleen maar met het electorale bezig was en te weinig met het menselijke. En dat ontgoochelde en verbitterde hem duidelijk. Hij begint zich te beklagen over zijn ministers die geen morele standpunten innemen, die compromissen sluiten. En een compromis is slecht. En ik zal nooit een uitspraak van hem vergeten waar hij mij zei: ja, zegt hij, hier zeggen ze ja en op een partij zeggen ze dan nee. Zoals Jezus zich in het evangelie bekommert om de minste van de mijnen, zo is Boudewijn in de weer voor de man in de straat. Hij regeert vanuit zijn hart. Hij zat aan de top van de piramide. Hij wilde leven voor degene die echt aan de onderkant stond. Ik heb al dat. Dat ga ik nu een keer 200% gebruiken. Enkel en alleen voor die mensen daar. Die dus aan in de marge zitten. En die ministers rondom mij. En die anderen, nee, voert. Intussen gaat de gezondheid van de koning, die al lang kwakkelt, erop achteruit. Boudewijn heeft helse rugpijnen. Hij had momenten dat hij niet kon stappen, hè? Dat hij aan de tafel stond en dat hij niet kon stappen. Die rugpijnen schreef hij toe aan het slecht beoefenen van de golfsport. Ja, je zegt, ja, begin er nooit aan golven. En je zegt, sire, maak u geen zorgen. Interesseert mij niet. Ook het hart van Boudewijn hapert. In 1992 gaat zijn lijfarts, dokter De Jonge, op consult bij een hartchirurg in Parijs, dokter Carpentier. De Jonge zegt niet namens wie hij spreekt. Ik me dis pas que c'est le roi. Et il me montre le dossier et dit qu'en pensez-vous? J'ai dit, écoutez, pour moi, c'est évident, il faut qu'il soit opéré. Oui, mais personne ne veut l'opérer. Il dit, c'est pas étonnant parce que c'est très, très compliqué. Et c'est vrai que c'est très risqué. Mais si ce que vous me donnez mon avis, si on ne fait rien, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, peut-être, il ne sera plus là. De ziekte van Barlow luidt de diagnose. Maar wat als de riskante hartoperatie mislukt? Wie wordt dan de volgende koning der Belgen? Boudewijn heeft in principe altijd aan Philippe gedacht. En hij heeft dan grote verwachtingen gekoesterd wat prins Philippe betreft. Dat was in zijn ogen zijn opvolger.
Donc Philippe était son successeur. C'était son successeur dans l'esprit du roi, dans l'esprit du prince Philippe et dans l'esprit de toute la classe politique. En in zijn geest ging hij nog 10 jaar prins Philippe voorbereiden op het koningschap. Prins Philippe leek voor Boudewijn de meest aangewezen persoon om hem op te volgen, omdat de ouders van Philippe jarenlang gescheiden hebben geleefd. Hij kan niet indenken dat iemand die gescheiden is of gescheiden leeft, dat die hem zou opvolgen. Dat is niet katholiek, hè? Je mag niet scheiden. Hè? Dus gewoon dan niet. Ja, je mag in le péché, vivre dans le péché, dat is iets. Maar afscheiden, dat kan niet. Halfweg de jaren 80 verzoenen Albert en Paula zich met elkaar. Ze vormen weer een koppel. En zo komt Albert weer in beeld bij de opvolging van Boudewijn. Dan zal hij uitdrukkelijk ook aan Albert voor die operatie zeggen: kijk, als ik die operatie niet overleef, dan word jij koning. Na overleg met de koning neemt dokter De Jonge weer contact op met de Franse hartchirurg, dokter Carpentier. Et puis après, il m'a téléphoné en disant « J'ai parlé à la famille. Mais maintenant, on doit vous dire que la famille voudrait que ce soit vous qui vous en occupiez. Et on doit vous dire aussi qu'il s'agit du roi des Belges. » Alors, il y a eu un silence au téléphone. Je n'ai pas laissé tomber le téléphone, mais il y a eu un silence, un profond silence. Boudewijn zal zich dus niet in België laten opereren. Ik denk dat hij dat niet aandurfde. Om zich in Vlaanderen te laten opereren. Om duidelijk te kiezen dan voor Vlaanderen. Allee, de wereldtop hartchirurgie zit in Aalst. Hè. Hadden die mannen in Brussel gezeten, dan zouden we wel opgelost geweest zijn. Maar het was in Aalst. Hè. Il se trouve que je suis l'homme au monde qui ait décrit cette maladie, n'est-ce pas? Qui ait décrit les techniques chirurgicales pour corriger cette maladie sans mettre des valves artificielles. Boudewijn moet zich onder een valse naam inschrijven in het Parijse ziekenhuis Brousset. J'ai dit au roi, c'est pas vous que je vais admettre officiellement. Il faut qu'on trouve un nom d'emprunt, un prénom, et puis qu'on ait un communiqué et que vous rentriez, non pas sous X, parce que je déteste cette formule, mais on va trouver un nom. Alors trouver un nom. Et alors il s'appelait Monsieur Albert van Laeken, né le 7 septembre 1930 et il avait 61 ans. C'est un document historique. Il y a même un dessin de la valve du roi. Avant, après. Celle-là marche, celle-là ne marchait pas. Et pourquoi c'était très compliqué? C'était une double opération. Il fallait d'abord enlever les calcifications. Et puis après, travailler avec le tissu disponible pour faire une nouvelle valve. D'ailleurs, je vais vous faire une confidence. En plein milieu de l'opération, les choses étaient tellement difficiles que j'ai cru que j'allais pas réussir à faire la réparation comme je l'avais souhaité et prévu. Et à ce moment-là, vous avez les 10 millions de personnes qui sont là et qui disent « Mais attends, il faut que tu réussisses. » Je n'opérais pas seulement un homme. J'opérais 10 millions de personnes. Et alors, j'ai posé mes instruments sur la table et à ce moment-là, j'ai prié. Au lieu de continuer l'opération, j'ai prié. Si je vous dis ça, c'est que naturellement, c'est tout à fait vrai. J'ai prié. Une minute, même pas. Et finalement, l'opération s'est déroulée dans des conditions favorables. Mais une opération, je disais que c'est un partenariat entre deux hommes, mais il y a une troisième personne qui intervient. Vous l'appellerez comme vous voulez. Moi, je l'appelle Dieu. Et lui aussi. Eh bien, il y a une intervention divine. Et là, je suis certain qu'il y en a eu. Donc c'est pas moi qui l'ai opéré. Soyons sérieux. De operatie verloopt zonder verdere complicaties. En na afloop zoekt dokter Carpentier Fabiola op. Avant de rencontrer la reine, ma secrétaire vient me dire, écoutez, voilà, il y a eu un communiqué par le palais de Laeken
qui annonce que le roi a été opéré et que tout va bien. Alors je dis à la reine, mais vous ne pouvez pas dire ça, parce que pendant 24-48 heures, il va être un peu entre la vie et la mort. Alors elle a répondu, elle a fait cette réponse, pour moi, bouleversante, mais ce n'est pas moi qui ai fait cette communiqué, c'est le roi avant son opération. Donc le communiqué a été fait par le roi avant son opération. Ce n'est pas le signe d'une foi extraordinaire. Que vouliez-vous que je réponde? J'ai rien répondu. De koning herstelt goed in het Parijse ziekenhuis. Sterker nog, de Belgische koning en koningin voelen zich er thuis. Il était formidable. Il parcourait les couloirs, il allait voir les autres malades. Il allait, la reine aussi, passer son temps. Pendant qu'il était en réanimation, la reine était partout, sauf dans sa propre chambre. Elle allait voir les malades pour être à disposition. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous? Est-ce qu'on peut acheter quelque chose pour vous? Etc. 21 juli 1993, Nationale Feestdag. Op de eretribune staat een opgeluchte koning. Een gevoelig politiek dossier is van de baan. Er is eindelijk een akkoord over de staatshervorming. Tijd voor communautaire vrede. De koning alludeert erop tijdens zijn toespraak. De staatshervorming is goedgekeurd. Nu moet er dringend een communautaire vrede tot stand komen. Want die is onontbeerlijk als we samen werk willen maken van de andere problemen waarmee wij te kampen hebben. Het opdelen van België in de diverse stappen van de staatshervorming heeft Boudewijn ongetwijfeld met moeite kunnen slikken. Veel van wat hij heeft proberen te beletten is geleidelijk toch ingevoerd, maar telkens als een eindfase. En dus hij geloofde dat dat de definitieve staatshervorming was, de laatste staatshervorming van Jean-Luc Dehaene. En hij leefde zo in de overtuiging, nu is het genoeg. Als de koning de troepen heeft gekeurd, kan hij met een gerust gemoed op vakantie vertrekken. De laatste keer dat ik de koning gezien heb, was bij het militaire defilé. En de koning zag er toen zeer goed uit. En dus wij wisten dat hij onmiddellijk daarna, wat ook de traditie was, op vakantie vertrok. De vakantie gaat naar het zuiden van Spanje, naar de koninklijke villa in Motril. Quand il allait à Motril, enfin les deux dernières années, il s'arrêtait chez moi à Varangeville, en Normandie, ce qui sectionnait son voyage en deux parties. Et là, on passait deux, trois jours ensemble. 15 jours avant sa mort, on courait ensemble sur la plage de Varangeville. Chaque fois qu'il me tombait sous la main, si j'ose dire, j'ai dit, allez hop, on va donner un coup de... d'oreille. Alors ça l'amusait. Il dit, qu'est-ce que vous entendez? J'ai dit, j'entends votre cœur. Et j'entends plus de souffle. Alors il était content, naturellement. Alors il disait, bon, allez, on va aller manger des huîtres. Et il a mangé une douzaine d'huîtres, ce qui était interdit avant son opération. Et à la fin d'une douzaine d'huîtres, il me regarde. Et j'ai dit, vous avez une question à me poser, je vois. Il dit, oui, est-ce que je peux prendre une deuxième douzaine en votre présence? J'ai dit, à titre exceptionnel, je vous donne l'absolution. Maar na enkele dagen gaat het fout in Motril. Ze waren een gebedsoefening begonnen. Mekaar aflossen in bidden of mediteren. Zij heeft dan gebeden en is dan teruggegaan naar haar dinertafel met haar familie en vrienden. En hij bleef zo lang weg. C'est elle qui l'a découverte sur la terrasse, face au soleil. Toujours assis sur sa chaise au lieu d'être tombé par terre. Il était dans une position tout à fait inhabituelle pour un décès de mort subite. Quand vous avez une mort subite, vous vous écrasez par terre. Il n'était pas du tout par terre, il était sur son siège. Des mystères successifs, parce que c'était tout à fait inattendu. Et que je savais que sa valve marchait bien. Son hart was veel beter. En
dat heb ik tenminste vernomen van mensen van het paleis die me dat gezegd hebben. De koning is naar Motril gegaan en heeft gezegd, ik heb mijn geneesmiddelen nu niet nodig. En eigenlijk denkt men dat hij, men heeft die geneesmiddelen, denkt men te vroeg afgeschaft. Want hij is plots gestorven. Voor mij was het een épreuve terrible. Parce que quelque part, vous vous demandez que vous le vouliez ou non, vous vous demandez est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais pu faire, que j'aurais dû faire. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse à un mystère. Je cherche. Il faut chercher. Et ça reste un mystère. In de nacht van 31 juli op 1 augustus 1993 raakt het nieuws van Boudewijns dood bekend. Het is 24 over 1, een extra nieuwsbulletin met Steven Dierks. Koning Boudewijn is gisteravond in Spanje overleden. De vorst is gestorven aan een hartstilstand. Ik moet zeggen dat dat overlijdensbericht mij getroffen heeft als een bliksemschicht. Ik was totaal verrast. Ik heb dat niet zien aankomen. De topministers houden nachtelijk spoedberaad in de Wetstraat 16. Wat nu? Logischerwijze stelde zich onmiddellijk de vraag, het was niet geagendeerd, maar van de opvolging. Ze wilden iemand van een bepaalde leeftijd, met een bepaalde ervaring en die voldoende politieke feeling had. En die had Philippe zeker niet, was uitgesloten. Dus moesten ze beroep doen op prins Albert. Ik ga ook nooit vergeten dat Wilfried Martens, die toen in Kenia ergens zat en die men bereikt had en die dus al in de radio gesproken had, dat Philippe zou opvolgen en zo meer. Ik heb dat gezegd omdat de koning overtuigd was dat hij nog 10 jaar zou leven. Dat koning Albert dan zo oud zou zijn geworden dat het bijna vanzelfsprekend was dat hij die taak niet zou aanvaarden en dat het zou gaan naar prins Philippe. Waar onmiddellijk aan onze tafel werd gezegd, moment maar, de grondwet is toch wel anders gestructureerd op dat punt. Maar dan hebben we ons de vraag gesteld, ja maar, Philippe, dat kan maar, als prins Albert afzit van een troon. En dus Jean-Luc Dehaene is dan vertrokken samen met Watelet naar het zuiden van Frankrijk om die boodschap van de regering over te brengen aan de toen nog prins Albert. Prins Albert aanvaardt het voorstel om koning te worden. Bleek dat inderdaad koning Boudewijn en zijn broer Albert daarover al overlegd hadden en dat de keuze was gemaakt dat Albert de troon zou bestijgen. Dehaene heeft dan gevraagd dat iemand Philippe zou verwittigen. Want Philippe zou wel op hebben gekoesterd of misschien de vrees hebben gekend van te zeggen, nu gaan ze mij vragen. En ze hebben hem niet gevraagd. Het schijnt dat hij het via de media vernomen heeft. Als het vliegtuig met het stoffelijk overschot van Boudewijn vanuit Spanje op 's Avondhem landt, komt Dehaene oog in oog te staan met Philippe. Wanneer we dan aanwezig waren in Zaventem als het vliegtuig met stoffelijk overschot aankwam, heb ik dan prins Philippe gegroet. En hij heeft gezegd, ja, ik dank u vooral wat je gedaan hebt. Wat daar zijn persoonlijke gevoelens bij waren, dat heb ik hem ook niet gevraagd. Fabiola neemt de condolences van de ministers in ontvangst. Voor een emotionele Willy Klaas heeft ze een woordje over. Ik kon mijn emotie moeilijk onder controle houden. En dus dat heeft zij blijkbaar wel gemerkt. En ze heeft gezegd, je moet niet treuren. Maar wat je moet weten is dat hij erg veel van je hield. Dat was de boodschap. Duizenden mensen begeven zich naar het paleis om hun rouw te betuigen. Tegelijk zijn ze ook bijzonder nieuwsgierig naar de naam van de opvolger. Grote drukte hier voor de Wetstraat 16, waar honderden mensen zich op het voetpad verdringen om daar op het nieuws te wachten. En dat moet komen van de toespraak die premier Dehaene later op de avond zal houden. Premier Dehaene licht de bevolking in. In dit perspectief moeten wij ons
achter zijn grondwettelijke opvolger prins Albert scharen, die geroepen wordt zijn werk in een geest van continuïteit verder te zetten. Als ik dan mijn speech naar de bevolking hield en op het einde van die speech ook aankondigde dat Albert zou opvolgen, was dat ook een algemene verrassing. De emotie grijpt ook de anders altijd zo gelijkmoedige premier De Hane aan. Hij doet Albert een belofte waar hij achteraf spijt van heeft. De enige fout die ik daar toen gemaakt heb, en daar speelt de emotionaliteit van het moment wellicht in, dat is dat ik ingegaan ben op de wens van koning Albert dat ook voor zijn dochter en zijn tweede zoon ook een dotatie zou worden voorzien. En eigenlijk hadden we toen moeten zeggen, ja, maar bon, die, zoals dat ook in andere koninklijke families gebeurt, die moet hun eigen weg bouwen. Het lijkt wel alsof alle Belgen nog een laatste groet aan hun dierbare vorst willen uitbrengen. Er ontstaan uurlange wachtrijen voor het paleis. Tientallen mensen begeven het in de hitte van augustus. Het feit dat 500.000 mensen zijn na zijn overlijden gewoon gaan groeten, is toch wel voor mij een tekent dat hij veel meer was dan alleen maar ons staatshoofd. Ik heb er bij een garçon in een restaurant in Brussel die mij zegde, meneer de minister, ik heb 18 uur gewacht om het lijk van de koning enkele seconden te mogen groeten. Er was een shock-effect, ongelooflijk, ik zou maar durven zeggen, een verering. Dagenlang. Dat wil dus zeggen dat de Belgen toch in Boudewijn een ideaal erkenden en herkenden dat indruk maakte. Het was iemand die inspireerde. Dat daar emotioneel zo op gereageerd worden, daar was ik van overtuigd dat het zo overweldigend zou gebeuren. Dat hadden we niet verwacht. Er zijn zoveel wachtenden voor het paleis dat velen zelfs niet tot bij de koning raken. De ontgoocheling is groot. Minister van Binnenlandse Zaken Louis Tobak krijgt forse kritiek op de organisatie. De minister, c'est un petit peu la pagaille, dit-on. Vous n'avez pas de réaction? On voit pas où est la pagaille. C'est-à-dire que les gens doivent attendre vraiment très très longtemps. Ils se plaignent, il y a des cohues. 10 millions de Belgen veulent venir. Ik heb ook vooral gezien hoe de media daarop inspeelden. En welke onzin toen uitgekraamd werd. Ik denk dat sommige journalisten niet graag zouden geconfronteerd worden met de commentaar die ze toen, het zij voor de camera of in een gazet, geschreven hebben. De mensen waren hier en dat moet toch verklaard worden vanuit dat Belgische gevoel. Ik zou een stapje verder willen gaan en zeggen, dit is een nieuw politiek feit. Daar werden toen conclusies aan getrokken over de eenheid van het land en wat weet ik allemaal. Waarvan ik wist, jongens, dit is het emotionele moment. En niet eens een emotionele golf voorbij, komt alles terug. Gekroonde hoofden van over de hele wereld zijn aanwezig op de begrafenis, inclusief de keizer van Japan. Kabinetchef Jacques van Ieperzelen betrekt ook journalist Christus Stoop bij de begrafenis. En hij zegt, we zouden willen dat u iets doet als een soort getuigenis. Ik zeg, dat komt meer aan de slachtoffers toe. Dan heb ik het aan een van de Filipijnse meisjes, Luz, gevraagd. Luz had een korte tekst voorbereid, maar de emoties zijn te sterk. Ik lees de tekst van Luz. Last year, the king came to see us. We were 5 girls. The king was holding my arm. He listened to me. Only the king listened to us. And he was shocked. There are too many victims here. All looking for a better life in the West. All cheated and treated like things. But the king, he was standing up for us. He was a real king. I called him my friend. We lost our friend. De camera toont de verbijstering op de gezichten van al die koningen. En keizer zelfs, premiers, presidenten. Dat was blijkbaar iets wat not done was, dat je een prostituee op het altaar een getuigenis liet brengen. Ook het feit dat de koningin zich in het wit kleedt, teken van de vrijzenis,
het is hier op aarde afgelopen, maar het beste deel komt. Het eeuwig leven. Dat was charismatisch in de echte zin van het woord, ja. Hij zei, hoop te leven. Je gaat door zolang je kan. Als daar hoop doet leven, komt gezongen worden en je ziet daar een tweet staan, dat is charismatisch. Het was een soort mengvorm van een officiële begrafenis en een persoonlijke begrafenis. De regering heeft dat toegestaan, hè? Zij hadden kunnen zeggen tegen koningin Fabiola, nee, komt een staatsbegrafenis en die regelen wij. Die invloed of die macht gaat maar zo ver als de ministers dat willen toelaten ook. Hè. En ze hebben hem ver laten gaan. Hè. Ze hebben hem heel ver laten gaan. Kardinaal Daneels vergelijkt in zijn homilie Boudewijn met de Bijbelse koning David. Il y a des rois qui sont plus que des rois. Ils sont les bergers de leur peuple. Ils ne font pas que régner, ils aiment, jusqu'à donner leur propre vie. Tel fut le roi Baudouin. Wat een herder nog doet, en dat is het meest typische van een echte herder, die brengt zijn schapen naar waar er groen gras is. Maar hij kan niet meer doen, hè. Hij kan zijn schapen niet verplichten om te eten. Een koning naar het hart van de mensen, zegt kardinaal Daneels. En hij heeft het over een geheim. De dag komt waarop dit geheim, dit mysterie van koning Boudewijn, aan het licht zal komen. Ik hoop het. Dan zal de hele wereld van verbazing de hand aan de mond slaan en zoals de 100 man onder het kruis zeggen, deze man was waarlijk een rechtvaardige. Kardinaal Sunes, 30 jaar lang de morele raadgever van Boudewijn, bespeelt hetzelfde thema, het geheim van de koning. Que le secret du roi soit gardé, nous dit l'écriture. Un jour viendra où toute sa dimension sera connue dans le monde. Merci Seigneur, recevez-le dans votre joie et dans votre gloire. Et pour chacun d'entre nous, qui soit plus présent que jamais. Achteraf rijzen vele vragen. Wat is het geheim van Boudewijn? Zal hij later zalig verklaard worden? Is hij een heilige? Ja, volgens mij was Boudewijn, in wat hij heeft gedaan, ook met de fouten die hij ongetwijfeld heeft begaan, was volgens mij een heilige. Maar in de definitie van Marguerite Yourcenar, geloof ik natuurlijk heilig zijn. Maar ook niet-gelovigen kunnen in wat ze doen, wat ze zijn, wat ze betekenen als mens kunnen heiligen zijn. Laat het uitmaken of iemand een heilige is of niet. Laat dat, als je gelovig bent, laat dat aan God. Laat dat niet aan Rome en nog aan Mechelen. Er zijn geen aanwijzingen voor dat dat de goede weg is. De koning die heilig wordt, we zijn er wel mee. Nee. We hebben dat niet nodig. We hebben dat niet nodig. De katholieken hebben al heiligen genoeg. Ja, één per dag, zeg, dat is niet als het een en het ander. Nee, dus moeten we geen aan toevoegen. Koning Boudewijn is gestorven op zijn 62e, nadat hij op zijn 20e de troon heeft bestegen. Meer dan 40 jaar koningschap laten een diepe indruk na op de natie. Je crois que c'était un bon roi. On n'est pas un grand roi dans le sens grand comme Napoléon, Louis XIV, François Ier. Choisissez qui vous voulez quand on n'a pas le pouvoir. Hij heeft zeker de monarchie terug populair gemaakt. In die zin was hij heel goed. Hij was een grote meneer voor mij, ja. Om zijn eenvoud, om zijn echtheid. C'était un homme, c'était un homme. Un roi peut-être, mais c'était un homme surtout. Porté par des certitudes, des valeurs et une foi fantastique, exemplaire. Le roi triste, Buona Kitoko, un onverzettelijk geweten, un man met een groot hart, dat was Boudewijn allemaal. Maar hij bleef ook onvatbaar, een kind in het diepst van zijn gedachten. Ik heb de koning Boudewijn meegemaakt op reizen in het buitenland.
Met name in van zijn laatste reizen trouwens, naar Algerije. 3 dagen officieel bezoek. En dan zijn we 3 of 4 dagen gaan doorbrengen in de woestijn. In het zuiden van Algerije. In het Tassili-gebergte. Prachtige natuur. En de koning, zoals we in het Vlaams zeggen, hij ravotte in de duinen. Hij liep die zandbergen op en liet zich op zijn lange broek naar beneden glijden. Onder luid applaus van koningin Fabiola.